Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking boven Nederland, wel een paar wolkenveldjes, maar daar heeft de zon niet zo heel veel moeite mee. Die schijnt dus vrij uitbundig, zeker in de ochtend. Met in de loop van de ochtend hier en daar wat stapelbewolking. Temperatuur vanochtend 16 graden, een, een zwakke tot matige wind uit de zuidelijke richting. Vanmiddag wordt de wind zuid- tot zuidoost, blijft zwak tot matig. We houden zon, we hebben wat stapelwolken, het blijft meest droog. En het wordt 22 tot plaatselijk 26 graden, het warmst in het zuidoosten van het land. Vanavond een droge avond met 20 of 21 graden. En de zon die schijnt tot die ondergaat, de wind wordt oostelijk en blijft zwak tot matig. Dan gaan we naar morgen. Dat wordt een iets andere dag. We hebben wel wat zon, maar er ontstaan makkelijker wolken en in de ochtend al buien in het oosten, later ook in het westen. Daarbij kan onweer voorkomen tussen de buien door de zon 25 tot 27 graden. Zondag gaat de temperatuur omlaag. Het is wel aan de buien kant. Met wat zon tussendoor, en ook maandag en dinsdag blijft de kans op buien bestaan, met temperaturen dan rond of iets onder de 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.